Handen. Handen. Koppen. Koppen. Handen. Koppen. De Antwerp Street Boys is een voetbalploeg die mensen in precaire levenssituaties verbindt. Dat zijn mensen dat geen thuislozen of mensen die dat geen thuisloosheid ervaren hebben. Mensen zonder papieren, mensen met verslavingsproblematieken. Die wij door middel van voetbal proberen terug te verbinden aan elkaar in eerste instantie. Een nest geven, een plek geven om terug wat veiligheid te kunnen creëren. En vertrouwen in de samenleving, in zichzelf, om van daaruit terug naar de bredere samenleving instap te kunnen maken. Kom op. Nog eens, hier. Voilà, nog eens. Oké, kalm, blijf kalm. Ja, maar je zit allemaal doorheen aan het lopen en aan het dribbelen. Allemaal. Dat is de fout, dat lukt niet. Ga over die helft en maak die driehoek. Het idee rond de Antwerp Street Boys is ontstaan vanuit een overlastprobleem op het Koningsplein. Heel veel rondhanggedrag, druggebruik en dergelijke, dat zorgde voor een onveiligheidsgevoel daar op het plein. En dan zijn de straathoekwerkers echt gewoon letterlijk met een bal onder de arm daar wat beginnen voetballen op dat plein. Kregen ze direct wat aanhang van die pleinbezoekers en is daar echt een ploeg rond gevormd. En hebben ze gemerkt van ja, dit werkt wel. Hè. Door die voetbal kunnen wij met onze mensen wel aan de slag en kunnen wij wel aan ons verbinden en samen gaan werken. En dan hebben ze gekeken van bestaat dit eigenlijk al niet? En dat bestond effectief onder de noemer van de Homeless World Cup. En dan is er een ploeg opgericht, de Antwerp Street Boys, in aanloop naar de eerste editie van de Homeless World Cup in Melbourne. Ik ben ooit begonnen als straathoekwerker op het Koningsplein. Voetbal was altijd mijn ding, ik heb ook altijd gevoetbald. En dat was een van de middelen om contact te leggen met de doelgroep. Als je ziet dat wij heel veel jongens hebben met zo'n thuis- en daklosproblematiek of jongens met drugsproblematiek en die nu al 3 jaar clean zijn en die terug op een of andere manier en zeker via deze project terug contact hebben met hun familie, terug aan het werken zijn, terug een inkomen hebben, terug een appartement of een studio hebben, dan zie je toch wel dat er heel veel jongens dankzij deze project terug op de goede weg zijn. De Street Boys is een uitlaatclub. Aangezien ik toch voorlopig zonder werk zit en ik verveel mij volledig, dan kom ik hier al shotten. Zoals dat bestaat voor de mensen die geen werk hebben, geen woonst hebben, niks, is dat het ideaal opvangmoment? Ik heb zeker in het begin moeite om met mensen te praten, maar het feit dat ik met een bal kan overweg kan en zo kan spelen, kan ik ook naar gelang, zonder eigenlijk echt naar de persoon te moeten kijken, kan ik ook toch praten met mensen door te focussen op de bal. Dat betekent voor mij een leuke club om te trainen, om bezig te blijven. Elke week komen trainen, samen spelen, nieuwe mensen leren kennen. Street Boys, dat is heel goed getraind, heel goed bezig. 1, 2, 3. Street Boys! Met alles mee. We trainen 1 keer per week, maar we hebben eigenlijk elke dag contactmomenten waarin dat we los van het voetbal gebeuren ook andere dingen doen rond de voetbal. Bijvoorbeeld op maandag en op woensdag gaan we naar het Bosuilstadion en dan gaan we de tribunes poetsen en doen we groen onderhoud erop en rond het stadion. We hebben ook een supporterswerking in samenwerking met Vorming Plus, waar we met de Creacracks allerlei supportersmateriaal vervaardigen. We hebben dan Street Boys at Work, waardoor dat we meer ook het werk hebben kunnen integreren en ook een stuk heel het sociale dossier dat altijd rond zo'n project hangt, hebben kunnen versterken en continueren. De samenwerking en de hulp aan Antwerp zelf, dus van RFC, is daar zeer groot en zeer, zeer belangrijk in geweest. Wij faciliteren voor de Antwerp Street Boys. Dus we proberen ze te ondersteunen waar nodig en waar we kunnen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we de mensen uit de buurt ook een plaats geven hier. Dat iedereen zich thuis voelt hier op Antwerp. Met voetbal, daar leerde een hoop andere dingen aan die dan niet in een boekje staan. Daar leerde bijvoorbeeld respect toe naar elkaar. Daar leerde bijvoorbeeld op tijd komen. Daar leerde bijvoorbeeld, iets niet dronken zijn, bij wijze van spreken, voor ik op de training aankomt. Daar leerde van ja, te luisteren, fair play, naar de scheidsrechter. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk niet eenvoudig
in een of andere hulpverleningsvorm te vatten zijn. Maar dat zijn wel dagdagelijkse dingen die ook heel belangrijk zijn, denk ik, om een stap verder te kunnen zetten. Ik hoop voor de toekomst dat wij nog voldoende ondersteuning krijgen zoals dat we ze nu krijgen. Dat wij onze sociale partners nog voldoende aan ons kunnen binden, want zonder hen kunnen wij niet werken. Dat is uiteindelijk de bedoeling dat zij de verdere trajecten met de mensen aangaan. En ik hoop vooral dat heel veel andere steden en centrumsteden de faciliteiten krijgen zoals dat wij die hier in Antwerpen hebben. Wij merken dat dat werkt, dus moesten andere steden dat kunnen oppikken, dat zou fantastisch zijn.